De grote finale van de Sound Mix Show 1993. Zei dat iedereen weet hoe bekend je nu toch bent. En nu zie ik in gedachten al die kandidaten wachten, omdat ik zelf op die manier begonnen ben. Henny Huisman. Goedenavond. Dankjewel. Dankjewel. Dag, dames en heren. Zo. Vanavond echt live. Hier op de televisie. Ik zal even bewijzen. Nou, normaal gesproken zou dat absoluut daaruit geknipt worden. Maar dat kan niet meer. Ik liet me even gaan. Vanavond de grote finale. Het is echt live vanuit Alsmeer. We hebben de afgelopen weken heel wat hele goede soundmixers gezien. En vanavond gaan ze strijden. Maar we gaan ook even, omdat het live is, laten zien wat er op de andere net zo'n beetje te zien is vanavond. Kijk, we gaan eventjes overschakelen naar Nederland 1, naar de KRO. Live, de KRO. Dat is een serie. En maar Queen of the Soul. Het is een miniserie, deel 3. Heb je serie 1 en 2 niet gezien, dan is het zonde om naar de derde deel te kijken. Dan ga ik nu over naar Nederland 2. Daar is de Tros bezig. Zie je dat hier? Ik zet het even bij. Dat is de Strauss Dynasty. Dus alle mensen die van Strauss houden, geweldig. Maar hou je niet van klassieke muziek, wat zou je er doen bij de Tros? Dan gaan we naar 3. Dat is de NOS. Die heeft vanavond De Zwarte Polens, een tragicomedie. Net niet tragisch en ook net niet komisch. Zit er net tussenin. Maar er zijn misschien mensen toch geïnteresseerd. En dan gaan we naar 4. Er is helemaal geen moer aan, of wel? Nee, dat is het, hè? De grote finale! Vanavond, live! Ja, en ik moet u zeggen, het... Zinnig hier in de studio, alle kandidaten zijn natuurlijk verschillend nerveus. Ik ben zelf ook nerveus, want er gaat toch weer wat gebeuren. Die 9 kandidaten gaan voor u zingen. Maar ze waren zo verschrikkelijk blij met hun plaatsje dat ze hoorden. We gaan door naar de grote finale. We gaan kijken naar een fragment toen ze hoorden van Jacques d'Ancona dat zij doorgingen naar vanavond.
dat we hier vanavond mogen optreden. Daar, dames en heren, thuis ziet u nog lege stoelen staan. Het is een sterrenset en die stoelen moeten natuurlijk voorkomen met kandidaten. Ik ga ze graag aan u voorstellen in de grote finale. En daar komen de kandidaten van vanavond aan. Whitney Houston uit show 1. Uit show 2 zijn daar de Sisters. Uit show 3 Eric Clapton, Dino en Willem. Uit show 4 Patti LaBelle. Show 6, Polenka. En het zou we gaan de twee artiesten, twee nummer 1, Le Defendras en Tom Jones. En show 8, de Police. En dat zijn de kandidaten van vanavond. Welkom jongens en meisjes. Ja, dat ziet er goed uit. Onverkende sfeer hier. Mensen gaan nu al staan voor de kandidaten. Familieleden, kennissen en natuurlijk het publiek wat enthousiast reageert. Nou, een mooie begin kun je niet voorstellen. Daar gaat het vanavond om en wat ik u ook moet zeggen, dames en heren, thuis. Belangrijk is voor u om te weten, net als de voorgaande jaren, u thuis vanavond bent weer jury. U wordt vanavond dus weer gebeld. U kunt gebeld worden en kunt u uw stem uitbrengen. Dus dat is belangrijk. Jacques d'Ancona, Berry Stevens en diverse Nederlandse gasten hebben natuurlijk de afgelopen weken gestreden. Hebben gezegd, die en die en die gaan door. Vanavond zit u zelf in de jury. En wat is de eerste kandidaat van vanavond? Door loting is dat geworden Tom Jones. Hoi. Nick Harder. Hij is de eerste van vanavond. Ik zei vanmiddag tijdens de repetitie, Mick, als je de eerste bent is wel moeilijk, maar dan ben je er ook maar vanaf ook. Dat is wel zo, ja. Ja, of had je toch niet voor de laatste geweest? Nou, dat is in het dak gemogen. Ja. Hey, je won toen samen met nog iemand anders de enige show met een ex-eco, twee eerste plaatsen. Heb je heel veel reacties gekregen? Nou, ik keek de uitzending zelf bij mijn oom. En toen kwam ik thuis en ik heb een omroepapparaat. En dan brandde 20 keer het lampje. Ik denk zo, dat wordt een nieuwe auto. Maar het waren allemaal felicitaties. Dat is ook leuk. We gaan even kijken met jou samen naar een fragmentje uit het gesprek toen je hier de eerste keer was. Want je doet nogal wat stemmen nou ook, hè? Ja. Wat ik hoorde was bijvoorbeeld, je hebt een aantal, hè? Tom Jones, nou, dat ga je straks doen. Buiten Kijf staat dat zo. Maar Koos Albers bijvoorbeeld. Doe eens Koos Albers. Dus... Ja, goedenavond allemaal. Ik vind het fijn dat je zei vanavond. Allemaal de groep van mevrouw Joker, dan gaat hij dan. Ja, de wereld krijgt een kleur erbij. Een echte imitatie. Ja, ik vind het. Heb je een reactie van Koos zelf gehad of van Joker? Nee, dat niet. Dat niet, maar hij zal het ongetwijfeld ontzettend leuk hebben gevonden. Wij gaan nu naar het moment kijken dat je je zo prachtig omkleedt als Tom Jones, want dit is de eerste kandidaat. Dat fragment, de omtovering, gaan we nu even naar kijken. Metamorfose, eerste kandidaat van vanavond. Zit op het puntje van je stoel, want u bent vanavond in de jury. Dus ik ben het belangrijk, maar hij ook. Hij is de eerste. Tom Jones met Kiss! You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby. From dusk till dawn. To rule my
You got enough to dirt you, baby, if you are impressing me. You can't be too flirty, mama, I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me, we could have a good time. You don't have to be rich to be my girl, you don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm a bit better than we. Yes, won't you extra time your kiss? I think I better dance now. Maybe we could do the twirl. You don't have to watch Dynasty, still have an attitude. You gotta leave it all up to me. My love will be your fool. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Won't you extra time your kiss? All right. Goed. Ja. Perfect. Heel goed gedaan. Eerste kandidaat van vanavond, Tom Jones. Ja, de sfeer is hier werkelijk uitmuntend. We gaan naar de tweede. En dat is de eerste show. Dat is al heel wat weken geleden, maar u kunt zich nog allemaal herinneren. Hier is Whitney Houston. Ja. Dat is... Ik zal even uitleggen waarom ik zo lag. Het was zeer opmerkelijk. We hebben het zo vaak met jullie gerepeteerd dat je op moest staan. En nou was het moment en... Oh, het lijkt wel aan de beurt. Je wist toch dat je tweede was, hè? Ja, dat wist ik. Ja, je was toen eerste, anders had je het niet doorgekomen. Welke uitzending was dat, de allereerste? Jij... De allereerste, ja. Ja, dat is... 20 mei was dat uitgezonden. 20 mei. We hebben ook nog even een zomerstop gehad en toen zijn we weer verder gegaan. Ik had ook een gesprekje met jou. Zullen we even kijken naar een fragmentje van dat gesprekje? Komt-ie aan. Hoe bereid je je dan voor? Hoe oefen je dan? Sta je dan voor de spiegel of zo? Nou, ik heb wel de afgelopen weken voor de spiegel gestaan, ja. Voor de spiegel? Want als je de hoort en ziet zingen, zingen ze... And I always love you. Ja, nee. Het gaat even niet om het zingen, maar meer om de spiegel. Wat doe je met de spiegel als je met je ogen zit? Ja, nee, want die zit met mijn ogen dicht, ja. Ja, ja. Met je spiegel voor de ogen dicht, ja. Dat was ook je verhaal toen, moet ik zeggen. Veel reacties, dat meisje, wat zingt die mooi, zie ik bijna net zo mooi als het echte Whitney Houston. Dat soort reacties hoorde ik. Nee. Wat heb jij gehoord? Ja, ontzettend leuke reacties gekregen. Echt ontzettend veel. Wat was nou de leukste dat je zegt, nou die ga ik live voor televisie zeggen? Ik heb een brief gekregen uit Tsjechoslowakije van een soldaat. Die daar heeft het daar ook bekeken. En daar heb ik een brief gekregen en een bedankje dat ik ontzettend goed was. Dat vond ik heel leuk van hem. Tijdens, weet ik veel wat, met een schoteltje zo in de field. Ik denk dat ik het met een schotel heeft bekeken, ja. Ja, ja.
Zie je, zitten ze toch met de school in Joegoslavië toch nog eventjes naar een leuk programma kijken. Ja. Gelukkig. Dus daar is zoveel rotte, ga je toch nog eventjes amusement. En jij krijgt dat mooie compliment. Ja. Je bent helemaal omgetoverd. Ook als Whitney Houston. En naar dat fragment gaan we nu even kijken. Een verschrikkelijk moeilijk liedje om te doen. Want je zingt vanaf het begin en dan hoor je helemaal niets. Geen muziek. Doodse stilte hier in de zaal, alstublieft. Hier is de tweede kandidaat van vanavond. Let u thuis ook goed op, want u zit in de jury, kan het niet genoeg zeggen. Hier is Whitney Houston. If I should stay, I would only be in your way.
Terecht. Applaus. Voor jou. Dat noemen ze nou een werelds natuurtalent, hè? We gaan naar de derde kandidaten. Gisteravond wonnen ze. En vanavond zijn ze hier live, de Police. Adriaan, Willem en Jim. Dat was leuk, dat ging heel goed gisteravond. Twee keer achter elkaar televisie. Jullie zijn de enige die in twee dagen drie tv's. Er zijn artiesten genoeg, kan ik opnoemen, die dat jaren niet bij elkaar krijgen. Gisteravond zei je in de uitzending, morgen ga ik trouwen. In verband met een opname, dat was even eerder opgenomen. Toen kon je nog zeggen, ik ga morgen trouwen. Maar als ik het goed begrepen heb, ben je eergisteren echt getrouwd. Ja, dinsdag. Vertel eventjes hoe dat zit, want de mensen denken van, hoe zit dat in elkaar? Nou, we willen toch die twee belangrijke dagen toch helemaal meemaken. Ja, ja, natuurlijk. Dat begrijp ik. Hey, en je bent nu getrouwd? Ik ben nu getrouwd, sinds ja. Sinds een paar dagen? Sinds een paar dagen. En? Ja. Ah, fantastisch. Ja? Ja. Ja. Ja, je moet je voorstellen, de aandacht gaat natuurlijk een beetje naar onze verse bruidegom. Dat begrijp je natuurlijk, hè? Ja, natuurlijk. Hey, weet je wat we trouwens ook gedaan hebben? We hebben even dinsdag met een cameraatje gefilmd. Je moet dames en heren maar even kijken hoe dat ging, want het was gretig, moet ik zeggen. Kijk maar. Goed, dan een steintje toegegeven. Sarah Catharina Bos, wilt u tot uw wettige echtgenoot aannemen? Adriaan Mus Pieter Schouten. En verklaart u getrouw alle plichten te zullen vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Wat is er op jouw antwoord? Ja. Adriaan Mus Pieter Schouten, wilt u tot uw wettige echtgenote aannemen Sarah Catharina Bos. En verklaart u ook getrouw alle plichten te zullen vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Wat is er op uw antwoord? Ja. Dan verklaar ik als ambtenaar van de burgerbestand. Dan verklaar ik als ambtenaar van de burgerbestand. Maar even wachten. Dan verklaar ik als ambtenaar dat jullie vandaag in de echt verbonden zijn. En nu krijg je de gelegenheid om als man en vrouw elkaar de eerste zoen te geven. Ja. Vredig, hè? Ik zei het niet thuis. Als het goed is, zit je echtgenoten ergens in beeld. Ja, daar zit je. Hallo. Ja, die kan niet staan. Natuurlijk huwelijksnacht geweest, begrijp het. Beetje vermoeid. Dat 1993 toch moet kunnen. Ja, dat kan je er niet uitknippen. Nee, dat kan je niet uitknippen. Het schot mijn zomer uit de bek. We gaan snel kijken hoe jullie omgetoverd werden. Gisteravond voor televisie, twee keer en vanavond weer. Maar nu echt live, ook live gespeeld. Hier zijn de derde kandidaten van vanavond. Hier is de Police. Just a castaway, the island on the South Sea. Oh, another lonely day, with no one here but me. Oh, more than loneliness, that any man could bear. Rescue me before I fall into despair. Oh, I send a SOS to the world. I send a SOS to the world, 'cause I hope that someone gets my, I hope that someone gets my, I hope that someone gets my message in a bottle, message in a bottle. A year has passed since I wrote my note. Why should have known this right from the start? Together,
Van de grote finale van de Soundmix Show. En wie zijn de volgende kandidaten die gaan strijden? Dat zijn de Sisters. Hallo. Ja, we moesten in deze grote finale er even uit voor de reclame. Uiteindelijk moeten we daarvan hebben. Hè? Dus alle reclameblokjes die we dan steeds zien. Je kent het niet, hè? Die zie je geloof ik de laatste tijd het meest, hè? Word je met dood gegooid. Dan word je met, nou ja, jij zou het zo kunnen zeggen. Hey, hebben jullie veel reacties gekregen? Wie moet ik het vragen? Je kijkt zo, zo die kant op. Ja, heel veel. Leuke reacties. Ja, wat is een beetje de leukste? Dat we zo goed waren als dat ze dachten dat we waren. Ja, ja. Zo goed als we dachten dat we waren. Als de... Ja, ja, ja. Ze dachten. Ze. Ze dachten. Wie waren ze dan? Men. Ze was net zo rustig, men. Dikke Mick, ik begrijp er niks van. We gaan even kijken naar een fragment. Want toen waren jullie ook al een beetje onduidelijk in dat fragment vorige keer. Er is eentje entertainer waiter. Ja, dat was ik. Oh, dat was je. Was er eentje, dames en heren, entertainer waiter? Wat is dat precies? Het is een zingende kelner, zeg maar. Meen je dat echt? Waar heb je dat al gedaan? In Lido in Amsterdam. Oh, wat enig. Hoe stel ik dat voor? Met zo'n bondje aan je kont? Nee. Dan heb ik de hele verkeerde tent voor me nu. Ja. Heb je daar een jachtje op gezegd? Ja. Wat dan zo leuk is, in een live uitzending kun je altijd van alles vragen. Doen jullie nog steeds hetzelfde werk als een paar weken terug? Want er kan veel gebeuren. Ja, ja, dat valt je nog eens goed. Iedereen vraagt af wat je doet natuurlijk nog steeds. Ik doe nog steeds in het casino, als kassier. Ik ben nog steeds huisvrouw en moeder. Ja, niet zo minderwaardig. Hè? Ik ben nog steeds croupier in het casino. En jij? Dat wel, ik doe nog wel steeds zelf. Maar met een mondje. Met de groep gaat het nu wel iets beter. Ja, jullie gaan dan optredens krijgen. Goed. Ja. We gaan even kijken naar een fragment hoe jullie zo prachtig omgetoverd werden als de echte Sisters. Ja, want wat veel mensen toch nog steeds niet weten, is dat de echte Sisters ook een Nederlandse groep is. En heren, let u vooral op de imitatie. Hier zijn de Sisters. Yeah.
looking cute and looking sweet. I thought I'm gonna catch that man one day and see if he would like to play. 'Cause he's my guy. He certainly is my kind of guy. Yes, he's meer stemmig gezongen. We gaan naar de vijfde kandidaat. Ze zijn er nu met z'n tweeën, maar hij is al voor de derde keer. Ik ga straks aan hem vragen. Hier is Eric Clapton. Ja. Uitzonderlijk in het... in al die jaren Soundmix Show hebben we nog nooit meegemaakt dat iemand drie keer de finale haalt. Wel dat er meerdere mensen meedoen. Maar dan vallen ze toch weer, zeg maar tijdens de voorrondes af. Want jij hebt het nu voor elkaar dat je voor de derde keer de finale hebt gehaald, hè? Dat klopt, ja. Ja, goed. En steeds als iemand anders. Hoe voel je je dan? Heerlijk. Ja. Ja, lekker. Je hebt hem meegenomen in de laatste... Ik heb hem meegenomen, ja. Ja. Je zou tegen mij zeggen, even, even doe niet. Ja, maar ik denk, ach, laat me toch wel meegaan. Hij speelt toch leuk piano? Speelt leuk. Zeker weten, ja. Dankjewel. Vorige keer mocht je ook nog niet zoveel zeggen, hè? Nee. Dat is toch als je dus achter de schermen een beetje wekt, zo achter de vleugel. Heb je nog lessen genomen ook? Nee, dat niet. Dat niet. Nee. Dus het is weer een beetje hetzelfde. Zing jij nog wel weer beter, of niet? Ik zing weer beter. Ik moest, dat is een afspraak, ik moest hem plagen. Ja. Dat lukt je aardig, hij gaat helemaal triest kijken en ja. Het publiek roept. Wow. We gaan even naar een fragment kijken, een heel muzikaal fragment. En daarmee is het plagen in afgelopen. Dan hoor je hoe ontzettend muzikaal ze zijn. Nog niet. Nee, dit is vorig jaar, hè? Hey Joe! Ja, dat was dus 92. Ja. Dat was... I can hear a couple of fights and right next door. The regular words that sound clear to be skin wall.
dat leuk, was Dr. Craig. En die liedjes spelen jullie beiden nog steeds op het podium te herkennen? Nou, niet alleen die liedjes, hoor. When seagulls na 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 na, na 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 na, lovers will keep on turning, shivering by like a rainbow of light, loose in the blue, blue sky. Jij mag nu vertellen, jullie hadden dat optreden gedaan voor televisie. Ja. Toen kwam er een telefoontje met. Hoeveel optredens mag ik zeggen? Daar mag je best trots op zijn. 17 optredens na de uitzending. Na de uitzending meteen. Eén telefoontje met 17 optredens. Dat is fantastisch. We gaan ook eventjes kijken hoe jullie prachtig omgetoverd worden als Eric Clapton met zijn vaste pianist. Komt het aan. Zeer muzikale mensen. Misschien is het aardig om u te vertellen dat ze ook live vanavond spelen. Piano en alles op band gezet. Hier is, voor de derde keer voor hem in de grote finale, Eric Clapton! Spot this one.
Onze zingende badmeester uit Sneek met zijn vriend als Eric Clapton. Heel muzikaal. En ook weer live gedaan. Dames en heren, de afgelopen weken hebben we heel veel gezoundmix, maar ook heel veel gedanst. Er was ook een danswedstrijd. Gisteravond, weet u nog, u heeft weer massaal gekeken. En daar was een jongensgroep die een hele leuke act had en daarmee een gedeelde derde plaats haalde. Fantastisch. Maar de eerste plaats is een hele tijd geleden gewonnen door een danscentrum dat Zeist komt. Ze deden voor de tweede keer mee en ze werden voor de tweede keer ook weer nummer 1. En hier is die dansschool van vanavond die het beste is van dit seizoen 1993. Hier is Dance Center Elisabeth uit Zeist. Hallo. Zo. En zij deden toen een gedeelte uit Cats, maar dat hoef ik bijna niet te vertellen, want dat kunt u wel zien. Hallo, dat is Elisabeth en die staat verschrikkelijk blij met een kistje. En waarschijnlijk wil ze dat mij aanbieden. Dat gok ik even, of niet? Niet alleen jou, maar ook de jury. En ik wil namens... Eén fles voor de hele jury? Ja. Weet je wat Jacques drinkt vanavond? We hebben volgende week feest in onze studio in Zeist. Van 7 tot 10 wil ik alle oud-leerlingen uitnodigen. En jou en de jury hierbij een symbolische fles champagne overreiken. En dan kunnen jullie dat dus na de uitzending doen. Ja, dat u. Want tijdens de uitzending mag niet gedronken worden. Nee, dat is leuk. Dat vind ik één. Hey, goed, maar ik ook nog. Een rip uit je lijf. We worden het doosje dicht, anders maken we nog reclame. En dan is het een oproep voor de oud-leerlingen, dus een soort van reunie. Ja. Mensen die jaren geleden les hebben gehad, dus bejaardenhuizen die kijken, die nog vroeger op gymnastiek hebben gezeten, of niet? Hoe lang is het geleden? Nou, zo oud ben ik toch niet? Nee, was ook maar een grapje. Dacht ik al. Ja? Maar doe me even de oproep, dat mag je nu doen, live voor de televisie. Hierbij nodig ik al mijn oud-leerlingen uit, volgende week vrijdag 10 september tussen 7 en 10, Steinlaan 54A, Zeist. Zo, dat is het adres. Maar nu, het grote moment, want jullie zijn de beste dansschool. Barry Stevens heeft dat samen beslist met de publieksjury die we elke keer hadden. En die mag natuurlijk niet ontbreken. Hier is hij, dames en heren. Meester choreograaf Barry Stevens met de beker. Hallo. Goedenavond. Hoe is het? Heel goed. Ja? Je komt wel een beetje nonchalant op lopen met de gooibeek. Ja, dat doen ze in Engeland. Hè? Heel zachtvondig. Ja, een beetje swingend zo. Hey, jij hebt hem waarschijnlijk wat mee te vertellen. Is dat dezelfde speech? Ja, kijk, dit ga ik je eerst even, wil je dat even vasthouden? Ik heb even een klein cadeautje voor mezelf meegenomen, want ik kan zo meteen weer optreden. Dus ik dacht een blikje kattenvoer. Wat enig. Dag, nou, wat leuk. Ja. Die is weer van mij. Zoals je weet, die is straks voor hun, ik ben hè? Bezig met de Vooral Doorgaan Show en ik ga vanaf 3 oktober in de Lido optreden iedere week. En ik wil graag, als jij het goed vindt, deze mensen uitnodigen om op te treden in dat show. Dat is wat een verrassing. Surprise, surprise. Dat is één. En dit, daar gaat het allemaal om. Ja. Dit is voor jullie voor de tweede keer. Fantastisch, jullie hebben volledig begrepen waar het om ging. Een musical optreden, volledig ingevuld, prachtig aangekleed, prachtig schmink, fantastisch op choreografisch gebied. Trots mag jullie absoluut zijn en ik hoop natuurlijk, en jullie moeten dat ook mee zeggen, vooral doorgaan! Alsjeblieft. Alsjeblieft. Dankjewel Benny voor jouw superdieke woorden. Dankjewel. Zullen we nog even wat zeggen? Ik wilde alle medewerkers van RTL 4, van de Soutmix Show en speciaal Lucia Martens bedanken. Oh, dat vind ik enig om te horen. En de smink en iedereen. En nou ja, kortom, wat lief dat je dat zegt. Wil jij met de choreograaf meegaan? Dankjewel, van harte gefeliciteerd. Dank. Ja, ik dans niet mee, dat niet. Maar de rest gaat wel nog even dansen. Dat gedeelte waar ze mee gewonnen hebben. En dames en heren, dat is een gedeelte natuurlijk uit Cats. Thank you.
Dankzij van Elisabeth Essays. Zij waren dit seizoen de winnaressen van de beste dansschool. Wat een groot succes. We gaan verder weer met zingen. Hier is de kandidaat Polanka. De zesde kandidaat van vanavond. Jij hebt in de hele sfeer van de Sound Show toch een sausje gegeven van de oudere muziek. De muziek van de jaren 60. Dat heb je jezelf toch wel goed gerealiseerd? Ja, heel goed. Dat vind ik ook prachtige muziek om te doen. Maar je bent zelf toch nog niet zo erg... Nou, zie ik er zo oud uit? Nee, ik geef een compliment juist. Ja, prima. Ja, maar ervaren dan ook zo. Ja, dat doe ik ook. Ja, ja. Maar ik bedoel, heb je die tijd bewust meegemaakt? Waarom heb je ervoor gekozen toen? Nou, ik vind gewoon fantastische muziek. Ja. Tegenwoordig is het allemaal computer en zo. En dat toen kwam het nog echt op het zingen aan. Ja, dat heb je inderdaad gelijk aan. Je hebt iets heel leuks gedaan, hè, sinds die bekendheid. Vertel eens over die cd-winkel. Ja, ik stond in... Kan je smakelijk vertellen, hè? Ja, is goed. Ja. Ik stond in een cd-winkel. Kan nog lekkerder, hoor. Maar... Kan nog lekkerder. Ja. Ik stond dus in een cd-winkel en er kwam een vrouw naar me toe. En liet een cd zien, van Polanka dus. Ja. En die vroeg aan mij, staat dit nummer erop wat je afgelopen donderdag gedaan had? Ja. En toen keek ik erop. Toen zei ik, nee, het staat er niet op. Dus liep ze terug. Kwam ze weer terug met een wilden ze die cd niet hebben? Nee, inderdaad. En toen kwam ze weer terug met... Lullen voor de echte Polanka natuurlijk, of niet? Waarom? Nou ja, cd'tje. Ja, die schrijft alleen nog nummers dus. Ja. En toen een andere cd? Ja, toen kwam ze een andere cd en dan stond het nummer wat ik doe dus op. En toen vroeg ze of ik het wilde signeren. Dat heb ik gedaan. En toen zei ze, inpakken, die is voor mijn dochter voor de verjaardag. Nou, is dat niet enig, hè? Sta je een cd van de echte Polanka te signeren? Leuk. Want, u moet weten, hij is al een hele tijd... Is hij bezig om in deze show te komen? We gaan even kijken naar een fragmentje toen je dat vertelde. U merkt het een beetje thuis. Ik begroet Kees allerhartig. Dat doe ik bij elke kandidaat. Maar Kees, dat is met een volhouwer. Dat is een verhaal met jou, joh. Hè? Vertel eens. Nee, jij moet het mij vertellen. Ik stel hier de vraag, hè? Ja, dat is waar. En jij vertelt. Want het is toch... Hoe lang ben je nou al bezig om uiteindelijk nou echt voor televisie op te treden? Zeg nou eens eerlijk. Ik denk toch onderhand wel een jaar of zes. Dat is... Maar dat is jouw schuld, want jij liep me elke keer niet door. Oh, ja. Nee, dat is... Maar ik heb het natuurlijk niet alleen voor te zeggen. Nu is dat moment eindelijk daar, na die zes jaar. Nu sta je live in de grote finale. Vertel nou eventjes wat dat voor gevoel is. Dat is in één woord, een droom is werkelijkheid geworden. Nou, vind je dat niet fantastisch? Ja, geweldig. We gaan even kijken naar het fragment hoe jij zo mooi omgebouwd werd. Een droom wordt werkelijkheid voor Kees. Dames en heren, de zesde kandidaat van vanavond. Hier is Polanka. Just give me a steel guitar, a glass of wine, and let me drink to a love I thought it was mine. A love I thought was real to me, but now I'm ringing to a memory. A steel guitar and a glass of wine, while my tears stay, listening to candles shine. A candle glow, a candle bright, tell me who she holds tonight. And bring me wine and make the music mine. Lay another sand so that I'll forget. Bring me a still and a glass of wine. Let me tell the stories one more time. In the glow before you do my, tell her what a fool she's been on. And bring me wine, make the music mine, play another set so that I'll forget.
je stoot. Voor je opging, stoot hij zijn neus. Je hoofd, je stoot je hoofd even. We gaan even, ga even rustig. Dan is het zo live als het maar kan. Dat is heel triest. Buiten beeld, ik keek er al een beetje naar. Stoot hij verschrikkelijk zijn kop en nou bloedt het. Maar is het al een beetje minder? Ja? Na de commercial break gaan we verder. Gaan we eventjes een pleister erop en de dokters in de zaal, komt allemaal goed. We gaan eens even samen naar... Dag dames en heren, we zijn weer terug, live. Hij is ook terug. Enige commotie. Nog even voor alle duidelijkheid. Er is zo'n prachtige kraan en daar hangt een camera aan. Een heel technisch verhaal, maar voor hij opging stootte hij zijn hoofd eventjes tegen de kraan. En gelukkig gaat het nu weer goed. Prima. Ja, nou prima. En hij zei... Hij zei, een droomwens gaat in vervulling. Ja, tuurlijk. En je gaat door knap, hè? Absoluut. Goed zo, oké. Ga naar je plekje toe. Dames en heren, we gaan gewoon verder waar we gebleven zijn. Hier in de live-uitzending. Iemand die even zijn hoofd stoot, maar vecht door. Hier is, dames en heren, let u op, Paul Anka. Just give me a steel guitar, a glass of wine, let me break you a love. I thought it was love, a love I thought was fair to me. But now I'm ringing to a memory. A steel guitar and a glass of wine, while my tears stay whistling in a candle shine. Dames en heren, hadden we de hele act aan willen passen dat ze de meiden van het ballet van Lucia Martens allemaal als verpleegsters zo omheen. Maar daar was, zult u begrijpen, te kort tijd voor. Het is allemaal weer goed met Kees, gelukkig maar. We gaan naar de zevende kandidaat, dat is Luther Vandross. Het kan allemaal gebeuren in de live-uitzending. We gaan het nu over jou hebben. Jij was ook een opmerkelijke verschijning op de televisie. Want toen jij geweest was, samen met Tom Jones, jullie werden allebei nummer 1. Toen hadden ook heel veel mensen het over jou. Wat een stem. En wat, is dat een prettig gehoor of niet?
Tuurlijk. Jan te worden. Wat Tuurlijk. Is de leukste ervaring die jij nou had? Stel je voor, hè? Je komt donderdagavond voor televisie, stel ik me voor. En dan vrijdagochtend, dan ontwaak je. Dus je denkt, gooi er even een washandje overheen, tandjes poetsen. En je steekt je kop naar buiten. Wat is dan de eerste reactie? Ja. Ja, ik stak mijn kop inderdaad naar buiten. En plotseling zag ik een meisje. Oh, moment, daar is hij. Dus... Meteen ben je herkend. Ja. Wat ja. Leuk. Ted de Braak zei toen over dat je een groot talent bent. En in het gesprekje hebben we het ook nog eventjes gehad over dat muzikale en alles. We gaan eventjes kijken naar een fragmentje van je gesprek. En we hebben het ook even nog over je postuur. Let maar op. Ja. Hey, welkom in het programma. Je bent al lekker bezig. Hè? Je hebt al zelfs een soort van bijnaam, wat ik begrijp. Een bijnaam? Ja, ik ben al heel lang bezig. Ja, maar heb je al een soort in het vak waar je begeeft tussen de muzikanten, dat ze je... Hoe noemen ze je dan? Brian B. Brian B. Ja. Stond hier nog wat anders? Mr. Big Voice. Oh. Ja, Mr. Big Voice is ontstaan en ik moest Suriname vertegenwoordigen op het CBU Song Festival. Je hebt het Songfestival in Suriname gedaan? Nee, op Trinidad. Trinidad? Ja. En hey, toen moest ik Suriname vertegenwoordigen. Wat enig. En daar kreeg ik de naam van Mr. Big Voice. Ja, ja. Maar je hebt niet alleen een grote mond, hoor, wel. Nee, ik denk dat ze het hebben over stem, geluid of de kwaliteit. Oh, ja, ja. Het heeft niets met je postuur te maken. Ja. Ja, je weet je er mooi uit te praten, hè? Met de fanbros, die ga je nadoen. Daar ben je zelf een groot fan van. En ik heb het... vermoeden dat meer mensen op dit moment in Nederland jou kennen dan de echte Lou de Vendros. Dat is ook leuk geworden. Ja, dus je moet wel erg je best doen. De onttoverij van jou was niet zo erg groot? Ik denk heel erg groot. Jawel? Ja. Dus moest je jou smaller maken of hoe is het gegaan? Nee, ik weet misschien niet. Nee. Ik denk dat je er zelf naar moet kijken. Dus. We moeten samen even kijken, daar komt het aan. Kandidaat van vanavond die het gaat proberen en ook een terechte nummer 1 in deze grote finale van de Samenshow. U weet het, u bent vanavond in de jury, dus u moet goed op het puntje van uw stoel zitten om te kijken en te luisteren. Hier is Mr. Big Voice, oftewel Lou de Vendros. Do
En dit is het spannende gedeelte van de grote finale van de Sound Show, wat vanavond allemaal aan de hand is. We zijn toe aan de 8e kandidaat en dat is Neil Diamond. Hallo. Hey. Kom lekker bij me staan. Je bent de 8e van vanavond. Twitter. Bijna op, hè? We zijn er bijna doorheen. Je hebt ook een hele grote kans hebben, dat zijn ze allemaal. Het zijn allemaal fantastische kandidaten. Het moment waar we over gesproken hebben in het gesprekje vorige keer, dat was een heel eerlijk moment, vond ik zelf. Je zei iets recht uit je hart. Zullen we even kijken naar dat fragment wat je toen zei? Let u op, dames en heren. Hey, wat is nou jouw grootste wens? Mijn grootste wens? Gelukkig worden. Maar wanneer denk je dat je gelukkig wordt dan, of bent? Denk als ik de juiste levenspartner heb gevonden. Heb je dus nog nooit een relatie gehad? Niet echt, nee. Wel eens een paar korte relaties, maar... Godverdikkie. Nee, maar... Ik kan me dat bijna niet voorstellen. Ik vind je punt 1 een hartstikke leuke gozer om te zien, dat meen ik echt. En je hebt een mooie stem. Jij gaat toch onder een balkonnetje staan, dan komt toch zo, hè? Maar je moet er wel aan werken. Dat wel natuurlijk, hè? Ja. Ze komen niet vanzelf. Moet ik een oproepje doen voor je? Dat ze brieven kunnen schrijven naar je adres. Want jongen, als je op televisie bent geweest... Moeten we je adres even noemen? Nou... Nee? Kan je beter niet doen, denk ik. Nee. Of zullen we het via RTL 4 laten lopen? Ja? Ik weet het niet. Ik kan me niet voorstellen dat het niet thuis vanavond eentje zit en zegt, die is mijn. Ja. En dat, ja, huilen, is waar. Heb je er zelf een reactie op gehad wel? Ik heb wel een reactie op gehad, maar ja, ik denk dat er een kleine vergissing in het spel is, want veel vrouwen dachten dat ik al 42 was. En ik heb brief gehad van ouderen. Hoe oud ben je dan? 34. Oh, ja, dat scheelt een stukje, ja. En ja, ik kreeg allemaal brieven van oudere vrouwen en ik schrijf ze natuurlijk wel allemaal terug, maar dat doe ik dan na de finale. Dus. Godverdomme, dus dan krijg je reacties en het allemaal van die oude taart, hè? Ja. Nou, dan heb je misschien toch de verkeerde reacties, want zou je wat vertellen? Met alle respect overigens, dames. Goedenavond, zijn natuurlijk, kijk, dikke Mick. Het gaat... Wat zeg je nou? Ja, tuurlijk, ook publiek. Nee, maar ik bedoel, voor een jonge fan moeten we wat anders... We regelen nog wat anders in de surprise show misschien. Dat komt goed, morgen ook. Ik heb gevraagd of ze het naar mij toe willen sturen. En ik heb hier, moet ik even kijken, ik heb hier een postzak vol. Maar daar kan mijn pet niet bij. Dat kan hij met zijn pet niet bij. Waarom kun je dan met je pet niet bij? Een knappe gozer die kan zingen, jongen, van 34. Hey.
Dat is toch hartstikke... Ik heb er een paar zelf even opengemaakt, want het ging allemaal aan Henny Huisman. En dan las ik in de brief, wil je het even doorgeven aan die dingen? We vinden het een kanje en een snoepje en een leuke. Er zitten kanjes tussen, jongen van 18, 19 jaar. Met 1, 2 kinderen misschien, maar... Nee, ik maak een grapje. Er zitten echt hele leuke brieven bij. Dus dat komt echt wel goed met jou. Nou, dat hopen dan. Ja. En nu moet je zingen. Dat gaan we doen. Het belangrijkste van vanavond. We gaan eerst even kijken hoe ze jou zo mooi omgetoverd hebben naar Neil Diamond. Zullen we het doen? Ja. Fijn. Hoe kan iemand, dames en heren, met zo'n prachtige stem nog zo twijfelen over zichzelf? Pas een postzak vol met brieven van allemaal mooie vrouwen. En hij gaat nu optreden in de grote finale. En nu thuis met de jury. Kijkt u goed, luistert u goed. Hier is Neil Diamond. Returns just like a friend. When the evening comes to set me free, when the quiet hours that wait beyond the day make peaceful sounds in me, took a drink from my last cigarette, took a drink from a glass of old wine, closed my eyes and I could make it real and feel it one more time. Can you hear it, babe? Can you hear it, babe? From another time, from another place, do you remember it, babe? And the radio played like a carnival tune as we lay in our bed in the other room, when we gave it away for the sake of a dream in a penny arcade, if you know what I mean. If you know what I mean, babe. Here's to the songs we used to sing. Here's to the times we used to know. It's hard to hold them in our arms again, but hard to let them go. Do you hear it, babe? It was another time, it was another place. Do you remember it, babe? And the radio
kandidaat van vanavond. If you know what I mean, Neil Diamond. We gaan, dames en heren, naar de laatste kandidaat van vanavond. En dat is mevrouw Patti LaBelle. Ik heb in het begin, dat is alweer een tijdje geleden, tegen Tom Jones gezegd, jij bent de eerste, dan ben je er maar vanaf. En de laatste, je moet toch die hele tijd maar wachten. Hoe heb je het doorgebracht, behalve even het incident met ons... Doorgebracht daar? Ja. Pijnlijke boete. Ja? Is dat het enige, of niet? Ja. Die laarzen, oh ja, natuurlijk, ja. Dat is natuurlijk wel inderdaad helemaal ingehezen en zo. Ja, dat geeft niks, dat geeft niks. Hoe waren de reacties over jouw optreden? Enthousiast. Ja. Iedereen heeft mij herkend als Patti. Ja, ze ja. roepen dat. Leuk. Ja. Nou ja, even een leuk verhaal. Hey, ja, ik zit even na te denken. Henny, playbacky, rechtop lopen. Weet je wel, dat zijn de reacties in Nederland. Dat is heel leuk. Wij hebben een fragmentje van het koor, het kerkkoor, het lunettenkoor. Want dat vond ik zo mooi, daar reageer je toch wel heel erg mooi op. Zullen we daar nog even naar kijken naar het koor? Gaan we doen, dames en heren. Komt het aan. Rotzak, hallo Francis, hier achter mij staat de kerkkoor van de Lunetten. En vanuit deze plaats willen wij jou heel veel succes wensen met de act die je gaat doen bij de Henny Huisman Show als Patti LaBelle met Voulez-vous. Heel veel sterkte en heel veel succes. Oeh, dat had ik helemaal niet verwacht. Leuk, hè? Eigenlijk dit seizoen de Sound Mix Show met een surprise laagje. Ja, en over surprise gesproken, morgenavond, je weet het, zo rond de klok van 10:30 zijn we er nog steeds voor de Willem Duvels en dan met een surprise show. Ja, zodra de tranen komen, hebben ze het over. Nee, ja, precies. Hey, de reacties waren over het algemeen heel erg goed over dat je. Maar ze begrepen alleen niet precies hoeveel familieleden stonden daar nu bij, want ze dachten dat het allemaal kinderen van je waren. Dat is toch niet zo? Nee. Die zitten er ook daar. Ja. Het is allemaal nichten en neefden. Nichten en neefden. En kunnen allemaal zo prachtig zingen. Van wie heb jij het geërfd? Van mijn ouders. Die zingen ook zo mooi. Allemaal muzikaal. Allemaal muzikaal. We gaan even kijken hoe je zo mooi omgetoverd bent. Zullen we dat doen? Ben benieuwd. Oké, komt ie aan. Laatste kandidaat van vanavond. En het wordt allemaal heel erg spannend, want ze zitten allemaal heel dicht muzikaal bij elkaar. Hier is Patti LaBelle!
plaats, nummer 9. Mag ik u thuis wat vragen? Weet u het nog? Weet u het nog, dames en heren thuis? Weet u het nog? Nee, ik kan me voorstellen dat u het niet weet. Want er waren er zoveel en dat was het spannend allemaal. We gaan even kijken naar een fragment van al die kandidaten. Nog één keertje.